Hallo allemaal, welkom bij Paper Craft Mix. Ik ben het, Brigitta, en in de video van vandaag wil ik jullie de geweldige release laten zien die vorige week is uitgekomen van Carlijn. En dat is de Wax Seal Release. Ja, jullie horen het goed. Bij Carlijn Design zijn nu ook mooie waxzegelstempels, waxbeads en alle toebehoren verkrijgbaar. En natuurlijk zijn de teksten allemaal weer in het Nederlands zoals je van ons gewend bent. En ja, ik laat jullie vandaag de producten zien. Ik ga geen voorbeelden geven. Ik heb vorige week een Facebook Live gedaan bij Carlijn. Deze kun je terugkijken op de Facebookpagina en later ook op het YouTube kanaal van Carlijn Design. Dus voor allerlei beginners tips en tricks wil ik jullie graag naar die video verwijzen. Zodra deze online staat, dan zal ik ook het linkje hieronder plaatsen. Maar laten we snel beginnen met alle spullen die zijn uitgekomen. En om te beginnen is dat natuurlijk een van de basisbenodigdheden. En dat is een waxseal brander. Het staat al op de verpakking. Deze komt niet met het theelichtje. Maar ja, die hebben we allemaal in de kast liggen, toch? Waar ik jullie ook op wil wijzen is dat op alle verpakkingen, op de zijkant of de onderkant, staat een code die je kunt scannen. En dan ga je door naar de instructies en een video met uitleg. Dus ten alle tijde terug te vinden met de scancode. En dan gaan we nu deze openmaken. Ik heb hem al gebruikt voor de live, dus hij is niet helemaal 100% schoon meer. Maar kijk, je krijgt dus een houten brander met een mooie goudkleurig metalen plaatje. Aan de onderkant is hij natuurlijk open, zodat je deze over je theelichtje heen kunt zetten. En die zet je dan natuurlijk aan. Dit is je basisoventje voor je waxseal. Daar hebben we natuurlijk ook bij nodig een waxseal lepel, waar we de waxblokjes inleggen en in laten smelten en van waaruit we ook gaan gieten. Alle codes die behoren bij deze producten zet ik hieronder in de omschrijvingsbox, zodat je de link hebt naar de website van Carlijn. Deze zijn natuurlijk ook te verkrijgen bij jullie favoriete knutselwinkels. En dit is dus de lepel. Het is een metalen lepel met een houten handvat, welke je dus hierop legt om je zegels te smelten. Het voordeel van deze is dat er een hele fijne, duidelijke schenktuit aan zit, waardoor je makkelijk je gesmolten was uit kunt schenken. En deze lepel is niet super diep, maar hierdoor brandt hij dus ook niet zo snel aan de onderkant aan. Als je diepere lepels hebt, die ook verkrijgbaar zijn, dan heb je al heel snel dat je onderkant zwart wordt en een beetje ja, gaat walmen, etc. Dat wil je eigenlijk voorkomen en door de vorm van deze lepel is dat al een heel stuk minder. Dus super fijn vind ik hem. Ik had zelf al wat lepels van andere merken uit het verleden en deze bevalt me echt heel erg goed. En dan gaan we nu natuurlijk over naar de was zelf, want zonder was geen zegels. Op dit moment zijn er 3 potjes uitgekomen. En ik kan jullie al vertellen dat in de toekomst er meer kleuren uitkomen, alsmede meer waxzegelstempels. Maar laten we beginnen. Op dit moment is verkrijgbaar de kleurenset Favorites. Dit zijn de kleurtjes, de Carlijn Design kleurtjes. Dus je krijgt de blauw-groene, een witte en 2 verschillende kleuren roze. Helemaal top, de Favorites. En als ik hier aan de onderkant laat zien, dan kunnen jullie de kleurtjes al zien. De mijne zijn al bijna op. Ik heb er al heel veel van gebruikt. Zo leuk vind ik ze. Maar je krijgt dus 2 verschillende roze, een lichtblauwe, een groene en een paramour witte in deze. De waxkleuren Favorites. Het volgende potje is de Pearls. De naam zegt het al, het zijn parlemoer kleuren. En je krijgt dan deze pasteltintjes. Er zit overigens, jullie kunnen het al lezen, 30 gram in een potje. Kun je best heel veel zegels mee maken. Als je heel fanatiek bent, zoals ik, ja, dan jaag je er zo wel veel doorheen. Kijk, in het potje lijken ze allemaal hetzelfde. Als je ze echter uit het potje schudt en goed gaat kijken, dan zie je de verschillende tintjes. Het is bij dit potje handig om ze even van tevoren te sorteren als je ermee gaat werken. Zodat je zeker, als je echt maar 1 in dezelfde kleur wil, dat je de goede bij elkaar pakt. Dus dat zijn de Pearls. En het laatste potje is ook een van mijn favorieten en dat zijn de Gold Shades. Je ziet ze hier al, allerlei tinten, goud en brons. Kijk hoeveel schoonheid hier in dit potje zit. Zo mooi.
Dus dit zijn de uitgekomen kleuren met waxbeads, zoals ze ze noemen, hè? Waxpareltjes, waxkralen. Gaan we verder met natuurlijk de waxstempels. En er zijn er nu al direct 5 uitgekomen, dus je hebt al genoeg keuze. En de eerste die ik jullie wil laten zien, dat is een hele mooie, want dat is een solid, zoals wij hem noemen. Dat houdt in dat het een 1 inch rond plaatje is en er zit geen afdruk in, zoals je wel ziet. Kijk, hij is helemaal glad. Deze is super leuk te gebruiken met allerlei andere materialen om die erin te stoppen. Bijvoorbeeld kleine pareltjes, bijvoorbeeld de flakes die je kunt kopen, de wax of de gilding flakes. Ook heel leuk is om kleine standjes. Kijk hoe leuk. En ik had er eens nog een ander voorbeeld volgens mij. Nee, die heb ik. Oh jawel, natuurlijk wel. Hier, kijk, dit is met de flakes gedaan. Leuk hè? Dus dat kun je doen met de solid. Waxstempel 1 solid. Nogmaals, de codes vind je onder in de video. Dan gaan we naar de volgende en dat is een ovale. Deze zegt het woordje bedankt. Dat is deze. En ook deze maakt hele duidelijke teksten. Kijk, ik kan het je hier al op het voorbeeld laten zien. Kijk hoe mooi. Bedankt. Gaan we naar de derde. Dat is ook weer een tekststempel in het rond. Dat is leuke post speciaal voor jou. Dat is nummertje 2. Dat is deze. Leuke post speciaal voor jou. En ook daar heb ik natuurlijk een voorbeeldje van. Kijk, dat is deze. En hier ben ik over het woordje speciaal met een marker gegaan. Hoeft natuurlijk niet. Kan wel. Nogmaals, in mijn video die ik reeds gemaakt heb, kun je allerlei tips en tricks terugvinden. En uiteindelijk kan ik deze video ook op mijn kanaal gaan delen. En de volgende is een cirkel met de ballonnen. Dat is stempel 4, ballonnen. En dat is deze. En wat hier zo leuk aan is, is je krijgt niet alleen de ballonnen, maar eromheen krijg je allerlei confetti erbij, zeg maar. Ziet er ook super leuk uit. Is een van mijn favorieten. Ik heb hem al heel vaak gebruikt. En kijk hoe leuk die is. Super toch? En dan laat ik jullie nu de allerlaatste zien. En dat is er een in een hartjesvorm. Dat is wel de meest lastige om mooi te maken. Daar moet je eventjes voor oefenen. Hij is wel geweldig. Stempel 3, liefst hartje. Ook deze tekst is super duidelijk. En je krijgt ook nog een heel gaaf stiksteekje eromheen. Dat ziet er echt zo leuk uit. En natuurlijk heb ik ook hier een voorbeeld van. Kijk, dat is deze. Zie je hoe leuk? En al deze zegels die ik jullie nu liet zien, zijn natuurlijk gemaakt met de kleuren uit de potjes. Ik heb alleen de pearls bij deze niet gebruikt. Dus je ziet wel, prachtige kleuren en hele mooie scherpe zegels met Nederlandse teksten. Het laatste product wat hierbij is uitgekomen, dat zijn een setje Waxseal stickers. Je krijgt er 84 in de verpakking. En deze kun je dus aan de achterkant van je Waxseal plakken, zodat je hem eenvoudig op een projectje kunt verwerken. Je kunt natuurlijk, hè, zoals velen doen, je waxzegels gelijk op je project verwerken, op je envelop of op je werkje. Maar wil je dat niet en wil je hem per se mooi rond hebben, dan kun je hem losmaken. Zoals hier en dan de sticker erachter plakken. En dan heb je dus heel eenvoudig een sticker van je waxseal gemaakt. Nou, dan waren dit eigenlijk al alle producten die nu zijn uitgekomen bij Carlijn voor het waxsealen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Neem een kijkje in de webshop voor wat meer foto's. En op de social media pagina's kun je heel veel mooie voorbeelden en ook andere video's en reels vinden van het gebruik van deze waxseals en waxstempels, welke zijn gemaakt door mijn collega's van het promo teamlid. Daar zie je dus echt super veel inspiratie en kun je aan de slag met je nieuwe waxseals. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag terug in de volgende video. Groetjes!